Een nieuwe BTV-theateragenda voor Heilo en de regio voor begin december. Theater De Beun in Heilo brengt als nieuw programma-onderdeel multimedia-presentaties. Op 4 december is daarvan de eerste te zien, over een tocht van 60 dagen door de Canadese wildernis. Een dag daarvoor, op woensdag 3 december, staan Niels van der Laan en Jeroen Woe op het podium van Theater De Beun. Met Jeroen. Hey, met Maïs. Hey, hoe fris die? Ja, met mij wel OB. Hoe is het met jou? Vrijdag 5 december staat Karin Bloemen op het podium van Theater De Vest in Alkmaar. Met haar voorstelling Kerst met een grote K. De grote drie van nu zijn Theo Maassen, Hans Theeuwen, Jochem Meijer. Weer van die waanzinnige artiesten die het zo goed doen. En ik zal me eerlijk zijn, ik ben fan van alle drie. Maar ik ben het meeste fan van Jochem Meijer. Ja, wat is hij goed en zo grappig. Hij kan echt iedereen imiteren. Weet je wie hij zelfs kan imiteren? De Top 2000 Live is op 6 december te zien in De Vest. Net als in de twee voorgaande edities raast het gezelschap als een intercity door de Radio 2 Studio 2000 en stopt alleen bij de hoogtepunten. Ten slotte brengt Pieter Derks op 7 december zijn voorstelling Zo Goed Als Nieuw naar Theater De Beun in Heilo. Ik heb mezelf ook een feestelijk oudejaarspak laten aanmeten. Een duurzaam pak, zeg ik er even bij. Want je ziet het er niet aan af, maar je betaalt het er wel voor. Ik weet ook niet precies wat het duurzaam aan is. Het is tegenwoordig duurzaam, is zo'n breed begrip geworden. Ik denk dat het of de stof duurzaam is, of dat de arbeiders in Bangladesh betaald hebben gekregen. Een van de twee. Maar je weet het nooit meer. Je hebt bijvoorbeeld bij Albert Heijn, heb je dat ook? Dan heb je de puur en eerlijk kip. En daar staan dan 2 of 3 sterren op. En dan denk ik, iemand heeft een beter leven gehad. Maar of het de boer of de kip was, ik heb geen idee.